Hallo, daar ben ik weer. Deze week gaan we het hebben over de karaktereigenschap being tactful, oftewel tactvol zijn. Zeg de slogan maar gelijk even na. Ik ben tactvol als ik vol tact ben. Want dan ben ik namelijk voorzichtig. Deze week twee teksten die je allebei moet kennen. The first one, de eerste dus, Colossians 4 vers 6, zeg maar na, Colossians 4 vers 6. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how you ought to answer every man. Zeg maar na, Colossense 4 vers 6. Laat je spreken steeds innemend zijn, met een vleugje zout erbij, zodat je iedereen het juiste antwoord weet te geven. Nou, dat was dus de slogan en dat waren de weekteksten. Ga ik nu met je naar de clip die je net gezien hebt. Die was van Home Bible College. Nou, de eerste vraag is natuurlijk, wat betekent het woord tact? Nou, tact is een vaardigheid en fijngevoeligheid die nodig zijn in het omgaan met mensen of in het bijzonder met ingewikkelde dingen. Nou, wat is dan fijngevoeligheid? Fijngevoeligheid is de vaardigheid je in te kunnen leven in die ander. En een vaardigheid is de mogelijkheid om op een goede manier iets toe te kunnen passen bij een ander. Nu kun je wel iets aanleren, zodat je het kan toepassen, maar die fijngevoeligheid luistert wel heel nauw. Voel jij aan wat er bij anderen van binnen leeft? Nou, door bijvoorbeeld autisme kan het heel lastig zijn. Maar er is één grote troost. Door de Heilige Geest is het toch mogelijk. Met God samen kun je dus tactvol zijn. En ik kan dat vanuit mijn eigen leven echt beamen, dat dat waarheid is. Want ik heb zelf ook autisme, dat weten een aantal van jullie denk ik wel. En juist ik heb het zo nodig om samen te werken met de Heilige Geest, om te kunnen begrijpen wat er in iemand omgaat. En dan is het heel bijzonder dat God als het ware mijn autisme bypast, een soort omweggetje maakt, dat ondanks mijn autisme het toch mogelijk is om mensen heel goed aan te voelen door de Heilige Geest. De Heilige Geest kan jou inzicht geven in dingen die mensen niet kunnen zien, in ieder geval niet van buitenaf, maar de Heilige Geest weet die dingen wel en die kan dat aan je openbaren. Zodat je toch, ook al heb je een beperking bijvoorbeeld, door God ingezet kan worden in zijn koninkrijk om het verschil te maken. Juist ook als het gaat om fijngevoeligheid. Want als er één is die fijngevoelig is, dan is dat wel de Heilige Geest. Daarmee wil ik je graag ook bemoedigen. Tactvol zijn kan je dus heel erg helpen als je wilt evangeliseren, zoals de presentator bedoelde. Maar het is ook superhandig bij veel andere zaken. De golden nugget is dus fijngevoeligheid. Ik wil graag met jullie bidden dat deze karaktereigenschap zich verder mag ontwikkelen in je leven. Vader in de hemel, ik wil u zo bidden voor deze week. Als het gaat om tactvol zijn, dat we de fijngevoeligheid van u krijgen door uw Heilige Geest om aan te voelen wat er bij die ander van binnen leeft. Om ook echt een vriend van iemand te zijn. Maar ook te zien dat er doorbraken zullen gaan komen als we afgestemd zijn op de Heilige Geest. Die als geen ander weet wat er van binnen bij iemand leeft. En wat er nodig is voor verandering. Dank u wel dat u ons zo wilt helpen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.